kan je toe bierti. Ja, kijkers, goedemorgen, goedemiddag en goedenavond. We staan nu voor de hekken bij het proces van de Krijgsraad tegen de heer Daisy Delano Boutersen. En dit zijn de beelden. Kijk maar. Vertel de mensen, wie ben je en Sayo Antaki? Ja, goedemorgen mensen. Ik ben Randall Veller, activist. En ik sta hier omdat er nog steeds onrecht is en me tegen is, maar ik ben tegen onrecht. En daarom sta ik hier. Ik ben dus in Alas, maar ook dat is dat voor mij. Ik ben Soumane, de Organic Movement School to Carco. En ik wil de mensen tegen ook nog één ding zeggen van, we weten allemaal dat meneer Van Trick opgesloten is. Ik praat dit niet als NDP'er, maar als een individu, als burger. En een reden voor zichzelf met zo'n tamana voor die Amambe Baiwagi, kan je nog heugen, meneer journalist, Amambe Baiwagi via de bank en zo. Ik zeg zomaar, doe moet hangen. Maar ik ben geen voorstander van politieke gevangenen, weet je. Want laten we eerlijk zijn, de heer Van Trick heeft dit gedaan. Maar wat doet Achai Bashin? Achai Bashin die doet heel veel schandalen. HSPSG, Karkong, spookbedrijf, weet je, al soort dingen daar. Amamek gewoon niet één, niet twee, niet drie, maar vier keer. Amamek money staan onder een man of zo. En grote bedragen. Waardoor je als minister dan niet meer niet meer geschikt bent voor een kwaad job. Maar onamal vertrouwen naar ausentie. En die minister wordt gewoon beschermd, weet je. Dus ik vind, als je er één opsluit, moet je de ander ook opsluiten. Dat betekent gelijkheidsbeginsel. En dat missen we bij deze regering. Het is gewoon een politieke partij die mij eigenlijk wel klein krijgt, zo zie ik het in mijn oog. Speel geen politiek met de rechtszaak, toch? En daarna heb ik ook als advies van free politieke gevangenen, weet je, en stel gelijkheidsbeginsel in. De heer Boutersen weet allemaal dat die man al jaren voor gaat voor de rechtszaak. Die man is al oud geworden. Ik vind dat hij die man geestelijk ook kapot maakt. Laten we eerlijk zijn, wie zou bij de Antrapburgers Revie? Je gaat elke maand voor zijn hele voorbereiding, maar die man geestelijk kapot. En waarom gaat de rechter nu een oordeel geven als Holland zegt van ik heb bewijs en ik hou de bewijs 40 jaar bevroren is om verder te gaan denken. Dat betekent moet je als rechtsstaat dan vragen van weet je wat, ik wil het bewijs zien. Want als jullie ook altijd een vinger steken van ja, aman doe aan Sandy, weet je, dan ben je altijd van boter doe aan Sandy. En dan heb je bewijs, maar je hoort dat bewijs achter, dan gaan niet klopt. Ik vind dat dit gewoon politiek is om die goede man zijn naam te breken, om die man eigenlijk politiek dood te maken, want hij is een van de grootste spelers. En ja, laat Suriname gewoon nu tot eenheid komen van weet je wat, we gaan nationaal belang een vrijspraak geven, vind ik. Ik kom niet aan de rechtsstaat, aan de rechter in hun werk, maar sowieso mee, dan mag ik bij Misabi. Maar in nationaal belang geef die man vrijspraak, maar wat gebeurt er nu? Als ik bijvoorbeeld als Randall Veller wil gaan werken bij een ministerie, kan ik niet. Want ik heb bijvoorbeeld een strafblad, maar ik kan wel naar DNA gaan, dan ben ik daar mee kan beschermen, misreven. En we laten nu ook Brunswijk tot VP worden. Tjaan, die mensen die doodgemaakt, die ook allemaal weten hebben gehoord, er is wel geen bewijs. Mensen zeggen, je proven guilty, je guilty bent proven, maar ik bedoel van, we weten allemaal Saipsa. En al die mannen worden minister, worden president, worden vice-president en worden allemaal door de wet beschermd, weet je. Ze zijn allemaal plutocraten op den duur ook. Dus het hele systeem is fout, weet je, maar ja. Oké, dus ik begrijp dat je vindt dat het de rechtsstaat, het politieke systeem, niet echt goed functioneert. De OM functioneert niet goed, dus we moeten als burger ook eisen tijdens de protestactie van wij willen onze rechtsstaat weer. Dat is een van de belangrijkste punten. Je moet kunnen beoordelen zonder ansies des persoon. Als je iemand hebt opgepakt, mag het, maar moet je dan ook vragen dat dingen conform de wet veranderen. Want in een soort feller, dan in een soort B, weet je, het is beide personen moet je kunnen handelen. Dus vraag aan de regering om nieuwe wetten te nemen, nieuwe wetten en regelgevingen. Van bijvoorbeeld als een minister naar binnen komt, heb je bijvoorbeeld inzagewet, binnen een aftreden, terugdraaiwet, geen mensen met een strafblad die naar binnen komen. Weet je, zulke wet hebben we nodig en dat missen we in Suriname. Het is gewoon like, hey, misdong, me kan belachten, maar schrotten you, is powerplay, weet je, is politiek. En dat doen we van nodig. Aan het begin van het politiek in Suriname is het eigenlijk al misgegaan met de rechtsstaat. Dus dat nog steeds niet tot uiting is zoals het zou moeten. Ja, de ding is niet iets van nu. Het is gewoon regeringen die dan, je kan zeggen, eigenlijk gewoon politieke meespelen. En vroeger, ga je zeggen, als Chimboy, dan ben je het en ik wil gewoon voorbeeld. Chimboy, dan ben je het middag van de koelie naar rechts staan, want de eerlijk, zo wat ik aan dat haal. De koelie die naar rechts staat. Maar nu zijn mensen, als ze dat openlijk nu, dat VHP doen, rechts staat, weet je. En niemand wil erover praten, mensen schaamt zich misschien, maar het is letterlijk gewoon in onze face, weet je. Ik vind, de rechter is onpartijdig.
Je mag je met politiek bemoeien, maar geef ook, we zullen naar hem aan tafel en geef adviezen als rechter als je dat kan doen. Want de regering die maakt misbruik van jullie en dat kan niet. So, if you want to trauma, ze gaan die mannen, kijk, ik kan het doen. Het systeem is al zo, we komen met wet- en regelgeving als van Mitegi. De oplossingen komen wel in Srana. Weet je, en ik vind Bouters, Brunswijk, Chan, Chorik, Awis, Minel op Chan. Maar je gaat het niet kunnen opsluiten als journalist, weet je. Je noemt maar zo, mama, je geeft die man al macht. Je maakt die man tot president, hij heeft zijn achterban. Een plutocraat, weet je. Ik vind van, we moeten als burgers niet met eisen komen. Ook toen we aan het regeren, we gaan gaan eisen. Weet je. Hij komt boem wel. En dan ben ik de winnaars traditie, dan ben ik bij het. Dan moet ik een eisen pakket, mijn score dan sma. Dan zal het maar een actie van konden kan komen, want dan is het zo bakken. Someone talk to talk. We can get to beer tea.